Zo, ben je er alweer klaar voor begrijpend lezen? Heb je nog een beetje pauze genomen? Heb je nog wat leuks gedaan? We gaan begrijpend lezen doen. En we hakken het deze week, als ik even op mijn lijstje kijk, hakken we het een beetje in stukjes. Dus we doen vandaag voor week 11, begrijpend lezen week 11, alleen andere tekstsoort A. En dan doen we morgen, doen we de woordenschatles van week 11. Ja, dan doen we het een beetje verspreiden. De andere tekstsoort A, zoals je die hier ziet, dat is een interview. De tekst is een interview. En een interview is eigenlijk altijd een soort vraaggesprek. De een die stelt de vragen en de ander die geeft de antwoorden. Degene die de vraag stelt, dat is de interviewer. Die neemt het interview af. En degene die antwoord geeft, dat is degene, de geïnterviewde, degene die geïnterviewd wordt. Ja? De interviewer die wil vaak iets te weten komen. Hij wil bijvoorbeeld informatie krijgen. En dat noem je ze vaak ook de feiten. En de feiten, dat is eigenlijk altijd iets wat echt gebeurd is, wat echt waar is. Ja? Dat is nou eenmaal zo. Dat is echt zo gebeurd. Ja. Het kan ook zijn dat hij wil weten wat de mening van iemand is. En de mening, het kan bij iedereen anders zijn. Wat ik vind, dat kan een ander heel anders vinden. Ja. Ik kan zeggen, hé, ik vind het lekker weer buiten. En iemand anders die denkt, ja, maar ik vind het nog hartstikke koud. Nou, dat is je eigen mening. Ja. Je kan ook dat hij wil weten wat iemand heeft meegemaakt. Joh, vertel eens, waar ben je nou geweest? Wat heb je gedaan? Hoe was het nou? Was het leuk? Ja. Nou, een interview zijn er vaak de vragen vet gedrukt. Dat zie je zo meteen ook in het stukje tekst. Het stukje tekst laat ik je nu even zien. Hier, kijk die, komt die. Daar staat nog een keer die informatie. En dan staat hier het interview. En het interview, dat gaat over sprinkhanen. Tegen deze sprinkhanen kun je niet vechten. Nou, is dit het stukje? Dat is de inleiding, dat is vet gedrukt. Nou zie je dus door Koert Lindeyer, dat is degene die het geschreven heeft. Dus zou dus ook degene kunnen zijn die het interview heeft afgenomen. Dus dat is dus de interviewer. Ja. Nou zie je dus hierboven dik gedrukte stukjes. Dat zijn normaal de kopjes in de tekst. In dit geval zijn het dus allemaal vragen. Kan je zien, want er staat een vraagteken achter. Dat is dus degene, de vraag die de interviewer heeft gesteld aan degene die hij geïnterviewd heeft. Nou, je moet het stukje moet je dus even goed doorlezen om vervolgens alle vragen te kunnen beantwoorden. Ja? Nou, we hebben het vaker gedaan, dus het is niet heel ingewikkeld. Wat ik wel wil vragen, dat je het ook echt goed leest. En niet alleen de tekst goed leest, maar ook de vragen goed leest. Want ik heb wel van de week gemerkt in de snippetchat dat veel mensen vragen, ja, meestal wat moet ik doen? En dan ga ik de vraag lezen en dan denk ik, ja, het staat gewoon letterlijk in de tekst, in de vraag, wat je moet doen. Dus ik heb het idee dat niet iedereen altijd even goed leest. Dus probeer het wel te doen. Dat is wel belangrijk. Ja. Kom je er dan niet uit? Of kom je elke keer dat je dezelfde fout maakt? En je denkt, ja, maar ik weet echt niet wat ik fout doe. Dan moet je eventjes aan de bel trekken en dan in de snappenchat even vragen. Meester, kan je mij helpen? Ja? Oké. Hey, dat was het voor zover. Voor begrijpend lezen vandaag. Doe je best. En daarna lekker even buiten spelen. Ja? Succes.